artistiek. Nou ja, in ieder geval. Nou, het hele gedoe met Galahad en Daenerys was fantastisch. Daar ga ik niet heel veel op in. Ik denk dat het beste aan de episode was de promo's tussen Swan en Neville. Hoewel Swan was niet echt een babyface. Hij was gewoon, ja, Gewoon echt gewoon een beetje real life. hij was meer een heel, vind ik. Ja. Dus als je bekijkt wat hij zegt tegen Neville, dan denk ik van, nou lekker. Zit je nou, ja, hij noemt hem Dumbo en vergelijkt hem met zo'n gargoyle. Dan denk ik van, ja, maar jongen, ben jij nou een babyface? Of? Het lijkt alsof iedere babyface op Sina lijkt, weet je wel, qua insults. Ik denk van, maar de feud is nog helemaal niet zo ver dat jij hem moet gaan beledigen of zo, hè? Je kan boos zijn op hem. En je kan best wel passion promos gebruiken om dat across te brengen. Maar je hoeft niet gewoon een beetje, ah, jij hebt grote oren, ha. En dan denk je van ja, dat is toch wel een beetje, haalt een beetje de intensiteit weg. En als je naar Neville luistert, dan denk je van nou, Neville die heeft die intensiteit wel te pakken, weet je wel. Ja, Neville is ja, ook verrast aan de mic, vond ik. Ik heb niet veel gehoord van hem. Wel een paar stukjes in NXT, maar zo weer jaren terug. Dus ja, ik vond wel leuke back and forth. Vond ik wel leuk. Het title-match op de Royal Rumble. Weet je wat ik grappig vond dat ze niet mentionen in die promo's? Wacht even, even. Wat Neville niet mentioned in die promo's? Nee. Dat hij gewoon Swan verslagen heeft toen Fight Live laat. Twee weken terug of Oké, zo. nee, ja. Maar dat werd niet gementiond in de promo. Ik bedoel, ik snap dat hij een title match wil. Ja, precies, maar dat. Maar hij zei niet van, ik ben een title match, want ik heb je Ja, verslagen. Dat ga ik gewoon nog een keer doen. maar. Weet je wel? Dat had ik zoiets van, dat is toch zo simpel dan? Nee, maar ja, wat denk je? Gaat Neville winnen of retains Raw? Oh ja. Nee, Neville Ja, wint. ik denk dat Boom, het echt. hupsakee, klaar. Het maakt gewoon weer steeds beter, gewoon. Ze hebben Perkins dat faalde. Hadden ze even Kendrick voor nodig om Swan die title te geven. Swan was op dat moment Zand niet valt zo ook. goed op dat moment. Maar nu is echt Neville gewoon ready om die title, om die Cruiser Championship echt wat mening te geven, zeg maar. Dat het nou de goede kant op gaat, hoop ik, met Two of Life en heel Division. Want ik vind, even mijn mening, maar ik vind Gallagher Daivari vind ik voorlopig de leukste feud van heel WWE. Ik vind hem echt geweldig. En dat ze zoveel mic time geven aan Gallagher. Ook aan Daivari trouwens. Die had in ieder geval ook wel aardig mic time gekregen. Afgelopen weken. Maar dus ze hebben op Raw een stukje gehad. Gallagher heeft op Raw een stukje gehad. En nou die Paul leed. Dat was echt gewoon. Ja, dus ik ben zo blij om zo. Dat ze zo snel gewoon met die mensen verder gaan, zeg maar. Gewoon. Normaal. Met nieuwe gasten, die krijgen niet zo snel veel mic time of zo. En Gallagher en Daivari zijn in principe compleet tegenovergestelde, maar dat zijn zo'n leuke chemistry eigenlijk. En zo leuke op de mic. En ook die characters zijn wel grappig. Dat past wel ook een beetje tegenover elkaar, vind ik. Dus ik hoop op een leuke payoff. En ja, een goed jaar voor Gallagher, daar ben ik best wel fan van. Ja, nee, ik ook. Maar het is Gallagher. Het lijkt wel alsof ze nooit tegen die cruiserweights gezegd hebben van, hey jongens, als jullie naar het main roster gaan, dan is character belangrijk. Dat moet je namelijk wel hebben. Dat kan niet alleen maar een flippity-floppity zijn, weet je wel. Terwijl eigenlijk dat Nou, dat is gebeurd. wel hetgene zou moeten zijn wat het eigenlijk is, waarop die mensen overgaan. Maar goed, het is WWE, you need character, kid, weet je wel. Ja, het is zo dom. In principe zou het voor een Cruiserweight Division helemaal niet zo nodig moeten zijn, eerlijk gezegd. Tenminste, het is wel nodig, maar het zou niet de driving factor moeten zijn van iets wat je overkrijgt, weet je wel. Het zou uiteindelijk moeten zijn wat je doet in de ring. Daarom was de Cruiserweight Classic zo belangrijk. Omdat, hoewel ze wel focusten op de stories erachter, kwam uiteindelijk ging het aan op de in-ring product. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk niet doortrekken naar Raw, want dat is veel te lastig. Ze kunnen ook niet 205 Live gewoon tapen, want dat is ook veel te Ja, lastig. die heb ik volgens mij een paar keer gezien, die aflevering waar het tape was. Dat was echt. Ja, dat is gewoon typisch. Nee, maar ik bedoel van Dat tevoren vind ik tapen, zoals ze met NXT doen. Het is long time booking wat ze precies met NXT doen, weet je wel? Gewoon voor een paar weken achter elkaar hupsakee tapen. Dat kunnen ze met 205 Live ook doen. Nou, nee, ik vind Doen ze live gewoon toch wel niet. beter voor 205 Live eigenlijk, hoor. Niet Nee, voor de naam, maar nee, voor. nee, nee, nee.
Nee. Dat is onzin. Dat is onzin. Sorry dat ik je met je... Niet aan te zien, hoor. Ik vond die aflevering waar al die fake crowd noises erbij waren... Ja, maar dat is het hele punt. Zorg ervoor dat je een hot crowd hebt. Maar dat was ook deze week. Dan kun je... Nee, maar... Ja, het komt wel beetje bij beetje, maar het gaat wel echt met schoppen en slaan. Je had beter gewoon eerst 205 live kunnen tapen. 205. Huh? Weet je veel, een naam die sens maakt in dit geval, want ik snap niet waar 205 op slaat, maar dat is allemaal. Ah, ja. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat op het moment dat je zoiets tapet, dan heb je een crowd die wilt komen kijken. Dat is het hele punt. Dus nu, wat ze nu gaan doen waarschijnlijk, en wat ze ook moeten doen, is die hele divisie om Neville gaan heen bouwen, omdat Neville de enige is die een reactie krijgt. Of echt een hele goede reactie, hè? Nu echt wat minder, nu mensen doorhebben dat het een verschrikkelijke heel aan het worden is, dus dan krijgt hij op een gegeven moment gewoon boos. Dat is ook goed. Dat is de bedoeling. Maar, ja, wie krijgt er naast Neville een goede reactie? Ja, Gallagher. Maar dat is gewoon puur van zijn character. En dat is ook wel goed van hem, hoor. Ik bedoel, props aan het feit dat hij zichzelf overkrijgt, maar alleen maar zijn character. Dat hoort eigenlijk. Hè? Want hij krijgt zich niet over met zijn wrestling maneuvers, want hij is net zo limited als de rest van de Cruiserweight Division. Het is gewoon echt charisma. Nou, dat echt twee duimen omhoog, hoor, dat hij dat van elkaar krijgt tegenwoordig. Zeg, hé, goede genade. Nee, maar kijk, snap je wat ik bedoel? Dus het is ongelofelijke noodzaak dat Neville die title van Swan pakt. En ja, laat Neville maar gewoon even 7, 8 maanden die title houden. Ja. Ja, hoor. Ze kunnen niet hot gaan hot potatoen, dat moet nu dan echt wel ophouden als ze hem op Neville zetten. Neville moet echt gewoon een lange title reign hebben. Want in de tussentijd kun je die hele division om Neville heen bouwen. Ja. Dan kun je, weet ik veel, misschien een paar mensen naar promoclass sturen, want die hebben het echt wel nodig. Als je wil dat ze daar echt wat op gaan doen. Of, ja, weet ik veel, dit is gewoon crazy talk, maar misschien moet je ze gewoon wat meer laten doen in de ring. Hè? Want op het moment dat ze gaan flippen die floppen, dan komen die mensen vanzelf wel over. En dan hoeft Neville helemaal geen title reign te hebben van 7, 8 maanden. En dan kun je hem na 5 maanden al stoppen. Dan kan Neville weer iets anders doen. Ja. Weet je wel, maar nu is het hele punt is dat die divisie flopt. Ik ben ervoor in dat Neville lange reigns aan zou hebben. Dat ben ik wel met je eens. Het enige waar ik over nadenk met mocht dat gebeuren. Ja, dit is dus raar om te zien. Ja, raar om te beslissen. Want WWE met Doof of Life. Ze gaan sowieso altijd de Cruiserweight title op pay-per-views of kick-off plaatsen. En waarschijnlijk een six-man tag of zo, denk ik dan. Wat gaan ze nou? Gaan ze onze beurt een andere feud op de kick-off zetten of zo van de pay-per-views die aankomen? Nee. Nou, dus je moet altijd weer een andere opponent, dus zo ziet het naar mij uit, een andere opponent hebben van Neville. Om gewoon iedereen die beetje exposure te geven, zeg maar. Ja, maar dat is toch helemaal niet erg. Ja, oké. Okay. Ja, want... Ik denk dat als je bekijkt dat... Wat dan met de rest? Dus gewoon alleen 205 Live gewoon... Waar is 205 Live dan voor? Ja, oké. Okay. Ja, dat snap ik. Maar het moet toch ergens... Het is toch net zoals met NXT? Alleen het heeft geen specials. Nee, sure. Oké. Okay. Uiteindelijk zullen de meeste feuds van 205 Live gewoon op 205 Live gebeuren, hoor. Alleen die Cruiserweight Division Championship niet. Die moet je op pay-per-view. Okay, ja, He, dan doe je deze week, op de Rumble doe je Neville versus Swan. He, en op Fastlane doe je Neville versus, ja, weet ik het, Perkins of zo. Doe wat. Of Tajiri. Kies wat uit. Je kunt elke keer iemand afgaan. Gewoon ervoor zorgen dat die mensen exposure krijgen. En dat ze ondertussen, terwijl Neville champion is, gewoon allemaal aan hun character kunnen werken. En allemaal gewoon rustig overkomen. En als het moment daar is dat iemand over genoeg is, Gallagher, dan kun je Gallagher de title geven. Ja, zo. Daar ben ik wel mee eens. Maar ze moeten niet te veel willen. En dat is wel wat ze doen. En het is net zoals met Perkins. Het is nog steeds de domste beslissing geweest om Perkins niet op die allereerste episode van Raw te hebben waar de Cruiserweights kwamen. Niemand wist wie die gast was. Komt er ineens een nieuwe... Hallo, ik ben Perkins, ik ben Cruiserweight Champion. Waar was ik op Raw? Ja, weet niet. Ik was er niet, ik had er geen zin in. En dat is dan de face of the division. Jongens. Maar goed. Ja.
Ja, 205 live.